De winter blues, oh yeah. Hoi, ik ben Jane en deze week een video over de winterdip. Alle feestdagen zijn voorbij, alle lampjes zijn weg en er hangt een dikke grijze wolkendeken over ons koude kikkerlandje. De zon die laat zich zelden zien en als je in de studiebanken zit krijg je daar ook maar weinig van mee. Geen wonder dat je je futloos en vermoeid voelt. Niet echt iets om vrolijk van te worden. Dit futloze en sombere gevoel gaat vaak gepaard met het feit dat ik helemaal geen zin heb om naar buiten te gaan en het liefst zo ver mogelijk onder mijn dekens wil kruipen. Misschien ken je dit gevoel wel. In deze tijd van het jaar wordt het ook wel de winterdip genoemd. Dus pas op! De winterdip komt grotendeels omdat de zon in de winter achter de wolken verstopt blijft en een gebrek opbouwt aan vitamine D door te weinig zonlicht. Hierdoor raakt je biologische klok die achter je ogen zit in de war en hierdoor raken alle processen en ritmes in je lichaam uit balans. Een aantal dingen die kunnen helpen bij het voorkomen of bestrijden van de winterdip zijn. 1. Sta op tijd op. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want je warme rolletje wil je natuurlijk echt niet verlaten als je de wekker hoort gaan. Toch is het slim om over die drempel heen te stappen en je dag op tijd te beginnen. Zo is de kans groter dat je wat daglicht meepikt, wat helpt bij het aanmaken van melatonine. Wat je weer zult helpen bij het herstellen van je biologische klok. 2. Ontbijt. Vaak als ik in de winter vroeg opsta ben ik onwijs vermoeid en is het laatste waar ik op zit te wachten om te ontbijten. Dus gooi ik maar een banaan in mijn tas voor later op die dag. Maar overslaan is slecht. Door goed te ontbijten wordt je lichaam wakker en gaan alle processen en ritmes in je lichaam als het ware aan. Hierdoor zal je vermoeidheid sneller wegtrekken en merk je dat je door de dag heen meer energie hebt. 3. Ga de kou in. Ik snap echt dat dit het laatste is waar je op zit te wachten. Maar door zo nu en dan tussen de colleges of het studeren door even een stap in de gure koude buitenlucht te zetten, krijg je een beetje daglicht binnen. Ook helpt het stukje lopen bij het aanmaken van het hormoon endorfine. Het hormoon wat je blij laat voelen. Super om die winterdip te bestrijden dus. Dit zijn 3 simpele toepasbare tips om de winterdip tegen te gaan. Mocht je echt even niet meer weten wat je met je winterdip aan moet, kan je altijd een kopje Sint-Janskruid drinken of om even een afspraak te maken bij je studieloopbaanbegeleider of studentenpsycholoog om even je hart te luchten. En ik kan je vertellen, erover praten, dat lucht op. Ik wens je echt super veel stralende en zonnige momenten toe. Je kan je hier abonneren. Klik hier voor een video over goede voornemens op de HVA. En dan hoop ik je snel weer te zien bij een nieuwe video. Doeg!